Heftige achtergrondmuziek. Welkom terug allemaal, aflevering 15 van Rise of the Tomb Raider op mijn channel, op de HP Omen X. Ze spelen in 4K, zijn in de vorige aflevering geëindigd met Lara. Ze heeft een beetje koud zo te zien. Logisch, best koud ook hier, regenachtig kut weer. We zijn hier, bam, deze chaos. Geëindigd in de vorige aflevering. Daar moeten we heen. We horen in ieder geval een gevecht op de achtergrond. We moeten ervoor zorgen dat Trinity hier niet nog meer slachtoffers maakt. We gaan deze bevolking helpen. We gaan Jacob helpen en zijn dochter. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. De support show een like gaan droppen. En deze prachtige 4K-serie gaat vanaf dit moment op dit punt verder. Aflevering 15. Welkom terug, guys. Let's go. Een monolith hier. Ik kan dit nu lezen. And it's pointing somewhere. Where is it pointing? A muntvoorraad. Daar, okay. My father is missing. Extra Grieks, het zal wel. Hey! Ik drong helemaal niet op me door dat dit gewoon een kamp is. Lol. Even kijken, wat doet overleven? Ik ben erg geïnteresseerd in een skill hier ergens. Vernielingsexpert over detail. Nee, ik denk toch echt dat het bij vechtersbaas staat. De van boven volgens mij, ja. Die is awesome. Dood van boven hebben we erbij gezet. En daarnaast had ik nog weer een extra upgrade voor de vuurwapens. Oh, inderdaad. Best wat, ja. Voor de pistolen zijn er dingen nieuw. Waaronder deze gevoelige trekker. Dankjewel. Ah, en helaas kan ik niks doen bij de andere wapens. Ja, het heeft te maken met... even kijken, voorbode. Dat is een nieuw wapen. Wat is dit dan voor wapen, joh? Ik weet niet, hij ziet er wel heel vet uit. Het is een shotgun type, volgens mij. Ze nog wat vertellen of niet? Nee, denk ik niet. Oké, dat is een best wel vet wapen. Laten we die maar meenemen dan. Even kijken, we nemen de muntvoorraad ook mee. Ongelooflijk dat die net niet zag. Ik stond notabene hier. Oei. That's some tricky shit, man. Nice. Lara, oh, what is it? I'm here. But we're taking fire from the choppers. I need you to get Trinity's attention. Papal bull. The lead seal marking the authenticity of a document. This must have been attached to something of great import, like... Any way you can! Leave it to me. I can do this. Pijlen. Nice. Oké, we hebben inderdaad die, even kijken, deze nodig. We kunnen door deze ontploffingspijlen ook naar veel meer andere locaties. Ook nog helemaal terug, way back, in de geothermische vallei. Daar kan ik nu echt het een en ander doen. Oké, dat was misschien iets te blij. Ik heb hem natuurlijk ook op een hoge difficulty staan. Opnieuw.
Gekke headshot. Waar nog meer vandaan? Ik liet die ene guy wel goed ontploffen trouwens. Ik hoor het echt van alle kanten komen. Ik heb geen flauw idee. Verbeter gereedschap. Oké, het zal. Oh man. Holy fuck, mate. Heel veel agressie komt er ook kijken bij de. Waar vandaan? Dat is wel echt een vet deuntje dit trouwens. Gekke headshot, man. Bastard. Oh! Pick. Nice man, gewoon door die hele armor heen en shit. Hebben we hier wat? Jacob, it looks like we've got the upper hand. Good work. Those choppers should be in range soon. Oh shit, al die pijlen op. Een helikopter zorgt er gewoon voor dat het is gelukt. Heel vet. Lara, are you there? Trinity is swarming the tower. We're trapped in the catacombs beneath. Damn! Just hold on! I'm on my way! Elias and I will attempt to reach the far hills. Ah, nou kan ik alles sterker maken. Inclusief de boog die ik überhaupt al gebruikte, de doodsadem. Kan ik zetten op stabilisator, waardoor zijn vuursnelheid omhoog gaat. Daarnaast kan ik voor de nachtkijker extra schade doen. Een verbeterde uitwerpmechanisme of een magazijn omhoog werken. Daarnaast kan ik nu ook een keer dit wapen omhoog werken met een gevoelige trekker of een mondingsrem. Voert gassen af na het schieten zodat de terugslag wordt opgevangen in de loop. Aha. Dat is toch wel heel handig wat ik zojuist heb gedaan voor die submachine gun. Prima wapentje overigens. Thank you.
te kijken, heb ik. Dacht het niet. Just you and me. Ik fix alles. Nice. Het zou sick zijn als ze daar wat extra animaties hadden toegevoegd, hè? Nu is het altijd dezelfde animation op het moment dat je die execution doet. Het zou vet zijn als ze ook een keer gewoon die haken door zijn kin heen sloegen of iets dergelijks. Maar ja, helaas. Je kan niet alles hebben. Oh, fuck. Het komt altijd heel dominerend en eng over als er zo'n gas op je afgelopen komt. Maar ik heb het zo simpel uitgeschakeld op deze wijze. Perfect, man. Misschien is het slim om ook een keer mijn shotgun te gaan gebruiken. Dit is wel close quarters, misschien slim. Got it. On our way. 3 en 1, perfect, man. Nog meer? Jazeker. Ze weten ook precies waar ik ben. Bam, double kill, pik. Doeg. Uh-oh, uh-oh. Headshot, bitch. Shit, gekke shit. Hostile spotted. Uh-oh. Ik dacht even dat ik hem kon pakken, maar nope. Oh shit, Lara. Het is gelukt, girl. Jacob. They're gone. I fear this battle is far from over. Will you tell me more about this place? You've earned that much. Come with me. In ancient times, our prophet brought the divine source to this valley. My ancestors built Katesh to protect it from the outside world. To what end? What is the divine source, Jacob? An artifact from a time long forgotten. We believe it holds a fragment of God's soul. Legend tells us those who beheld the source were granted immortality. But others have always been drawn here, seeking its power. Trinity. Yes.
They seek to spread their darkness across the world. With the source, their soldiers would be unstoppable. Then help me find it before they do. This is not your burden. Of course it is. My father died for this. You can't fill the emptiness inside you, Lara. You can only set it free. I'm gonna find it. With or without you. Wait, Sophia, let me go. I have to do what I can. You spilt blood for us. I want to help. You know where the Atlas is? The cathedral. In the archives below. But we won't follow you there. Why? What will I find? There are others. The deathless ones. They will kill any who trespass. My father believes they will stop Trinity. You can't take that chance. I know. Here. Take this. It will help you reach the cathedral. Oi, oi, oi. Ga terug naar het bos. Dit was best wel heel erg vet, dames en heren. Best wel heel erg. Ah, nou krijg ik eindelijk die nieuwe shit uitgelegd. Tijdens een sprong moet je op vierkantje klikken voor een enterbijl. Nice, en daarmee kan ik dus ook uiteindelijk dan terug naar tempels waar ik, of tenminste tombes, waar ik net nog niet heen kon. Of tenminste voorgaande afleveringen nog niet heen kon. Dus eigenlijk wil ik dat wel gaan uitchecken. Ik kan zelfs enteren naar Richels. Dat is wel heel vet, man. Ik was dit echt allemaal vergeten. Het is echt heerlijk dat ik zo lang heb gewacht, waardoor alles weer voelt als nieuw, man. Oh, fuck! Echt? Ik miste hem? Altijd tricky, ging net goed. The Defined Source. Lara, if you're headed to the cathedral, Trinity will be everywhere. I know, but I have no choice. Oké, we openen deze kist. En daarmee krijg ik een onderdeel van een best wel vet jachtgeweer. So much violence and Oké, laten we even luisteren, jongens. Jacob's people have been through so much, yet they continue to fight. They are bound by an oath taken by their ancestors. A duty handed down from the past. I see a people who simply want to live in peace. I believe it's time for them to let go of the past. If I can find the Atlas, it might lead to the divine source. I could take it away from here. They wouldn't have to suffer anymore. They could share the burden of the truth with the world. But if all this leads to nothing, I don't know what I'll do. Oei, 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 spannend. Maar met deze manier kunnen we, als het goed is, even kijken, terug naar de geothermische vallei om daar inderdaad tombes te doen, wie ik voorheen nog niet kon doen. Laat ik eens eventjes hierheen gaan. Terug naar het basiskamp bij het ruïnekamp. Nu ik terug ben in het basiskamp, van de ruïne terug in dit gebied, moet ik eigenlijk op zoek gaan naar
Even denken, uitdaging stomme. Ja, volgens mij was dit hem, jongens. Volgens mij was dit hem. Want bij zo'n andere tombe had ik een soort beademer nodig, weet je wel? Zo'n ding waarmee ik ook onder water kon ademen. Die had ik nog niet, maar volgens mij bij deze optionele uitdagingstombe, die dit keer in de nacht ook afspeelt. Ik ben volgens mij nog nooit in de vallei geweest in de nacht. Bij deze had ik volgens mij die enterhaak nodig. Dat zou zomaar eens kunnen. Het is wel apart mooi hoor, ook in de nacht. Heel vet om te zien. Want omdat de story zo loopt, wordt dit open wereldgebied opeens gewoon in de nacht. En het klopt. Wel heel eng dat ik ook nu een grot inga in de nacht. Zet maar meteen je lampje aan, Laura. Yes, ik had gelijk. Vet shit. Oeh, een onbekend gebied. Optionele uitdagingstombe. Heel erg spannend. Ik vind het echt vet. Oké, hier kan ik niks doen, maar doordat we er eventjes hebben gezeten, heeft hij een opslag gemaakt. Dus dat is mooi. Kaart bijgewerkt, geheimen onthuld. Daar, oké. Wow! Bam! Woeh! Snel eraf. Best wel vet dat ze van die breeklampjes gebruikt, weet je wel? Dat je het breekt en dat het dan extra licht geeft. En nog meer geheimen in de buurt? Ik weet het eigenlijk niet. Ik kan er nu niet meer zien. No! Wow, wow, wow! What the fuck is deze locatie? De mijn van het oordeel. Guys, besef, ik heb de game al uitgespeeld een half jaar geleden toen ik al die corrupte bestanden had. En ik heb deze mijn nooit gezien. Ik heb dit helemaal nooit gedaan. Dit betekent dus dat ik deze tempel, deze tombe heb overgeslagen en dit compleet nieuw is. Wat ziet het er vet uit, zeg. Het ziet er nu al echt fantastisch uit. Ontdek ik wat goud. Daarboven ontdek ik wat goud. Oh my god, dit ziet er echt fantastisch uit. Die muziek alleen al, de hele sfeerimpressie. Doodeng. Ik zou hier echt nooit gaan zwemmen. Man, 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 man. Bizar. Nee, niet. Oké, ik dacht... Something's back there. Inderdaad, daar moet ik officieel heen. Dat is het geheim van deze mijn waarschijnlijk. Maar hoe ga ik daar komen? Misschien moet ik een karretje in werking stellen, joh. Dat zou zomaar eens kunnen. Oh, wow. Wat is dit? Lekker Lara, dat oplettende oogie. Alright, we gaan het zien. Echt, hè? Oh, wow, wow! No! Woeh! Hele vette sfeer hier. There must be a way to rotate the platform. Zo vet om te beseffen dat ik dit niet eerder heb gedaan. An old ring, tied to a leather thong to create a loop. They had no need of jewelry. Oké,
Oké, geloof het of niet, guys, maar dat gebeurt, hè. Als je een YouTuber bent en je zit een serie op te nemen, dan moet je wel eens gewoon plassen. Het is een kleine knip en ik ga even plassen, want anders kan ik me simpelweg niet concentreren. Moet dit weg of zo? Moet ik dit slopen? Hoe kan ik dit fixen? Eens even kijken. Er moet hier iets mogelijk zijn. Ja, ja. Dat is inderdaad de bedoeling. Alright, dan ben ik benieuwd of ik daar helemaal heen kan. Cool. Duwen we deze naar beneden en dit is het punt waarop het waarschijnlijk... Of moet ik het nu trekken? Dat is ook een beetje raar. Er zit ook gewoon letterlijk goud in, jongens. Er zit gewoon letterlijk goud in. Best wel heel erg vet. Oké, daar gaat hij. We maken er een achtbaan van. Een sloopkogel. Wat? Waarom ontplofte er iets? Oké, not subtle, but effective. Dat sowieso. Nice. Oké, wat hebben we hier? Moet ik een sprong maken of zo? Ja, ik denk het. A pair of gambling dice. Common thing for soldiers, but these are a little more opulent than most. Het trilt hier iets. Hold on. This one has six on most of the faces. Inderdaad, what the fuck? Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Doe ik iets? Voer ik iets uit of nee? Wow, holy fuck. Dat waren de mijnwerkers. Waren, met een nadruk op waren. Haal het uit het hout. Oké. Wat heb ik hier aan dan? En dan draaien. I get it. Wat een puzzeltje hebben ze gemaakt, hè? Nou, uiteindelijk moet dit de tactiek zijn. Ik denk het wel. Ja, hè. Let's hope it doesn't all just collapse. Ja, dit zou het gefixt moeten hebben. That was enough. It worked. Glad it's still standing. Lekker gevaarlijk, man. What the fuck? Dit is zoveel goud. Dat is echt niet normaal.
Oké, dat zit allemaal weer vol. Perfect. Byzantine knowledge of mining and metalwork. Met geologische kennis van chromieterts? Oké. Kan het succesvol worden gewonnen? Druk op vierkantje om erts te winnen uit ondergrondse ertsaders. Ik ben heel erg benieuwd. Wat gaat het me opleveren dan in godsnaam? Wealth of this. Dat zit vol. Wat zijn de ertsaders waarover gesproken werd? Is het ook allemaal vol? Nou, je komt hier ook maar op één manier weg. Oké, dat is best wat. Dat is dat stuk. Oh, daar kan je klimmen natuurlijk. Stupid. Ah, no. Fuck. Oké, op deze manier kan je hier weer wegklimmen. Ik ga jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Rise of the Tomb Raider op mijn channel. Dit was fucking sick. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten. Er de volgende part natuurlijk gewoon weer bij zijn. En deze optionele uitdagingstempel, ja, die had ik gewoon, of tombe moet ik het noemen, die had ik gewoon echt niet willen missen. Zeker omdat ik eigenlijk mijn vorige playthrough al heb gemist. Oh shit, shit, shit. Niet de bedoeling. Kut. Oh fuck. Kan ik weer. Ik ben dus ook heel benieuwd wat we de volgende afleveringen weer allemaal gaan beleven. Wat de game voor ons in petto heeft. Want de story gaat natuurlijk verder. Maar ik ben dus ook wel van plan echt elke tombe die op ons pad komt in ieder geval te voortooien. Dus op het moment dat we de beademer krijgen ook zeker terug te reizen naar dit gebied. Om zo alles te kunnen doen wat ik gemist heb. De vorige keer ook. Wow, wow, no. Fuck man, I'm gone. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende episode. Peace.